Johnny Lucassen, opleidingsmanager van welzijn van het Hoornbeek College. Het wijkleerbedrijf Goes Oost is er nu. Wat is het precies? Het wijkleerbedrijf wat we hier gestart zijn door, met onze studenten, dat is een, eigenlijk is het een soort van stageplek. Waar studenten van het Hoornbeek College een stage kunnen lopen vanuit de opleiding dienstverlening. En die stage die lopen ze in de wijk. Dus ze gaan bij individuele mensen thuis helpen. En dat kunnen kleine werkjes zijn, hulp in het huishouden, dus even een koelkastje schoonmaken, koffie drinken met iemand, hondje uitlaten als het niet meer zelf kan. Dus het is eigenlijk gewoon een stagebedrijf in de wijk om juist voor de burgers in de wijk die een extra steuntje in de rug nodig hebben, te helpen. Maar je hebt ook Alevo al, of thuiszorg zeg maar, ja. Allerlei andere organisaties. Waarom is dit dan nodig? Ja. Ik neem aan dat het nodig is. Kijk, dat is natuurlijk ook landelijk beleid dat er veel mensen, oudere mensen, langer thuis moeten wonen. Die kunnen soms wel thuiszorg krijgen, maar net dat stukje informele zorg, wat soms een mantelzorg doet, maar waar niet iedereen over beschikt, dat kunnen onze studenten doen. Dus daarom zei ik ook van informele zorg, geen professionele zorg, die vooral gericht is op mensen wat te helpen. En wat minder eenzaam te laten zijn. Want dat is ook wel iets wat we heel belangrijk vinden om daar ons steentje als school aan bij te dragen. Jij hebt dit mede opgezet, bedacht. Hoe ben je op het idee gekomen? Nou, Scalda heeft inmiddels al een wat aantal jaren een wijkleerbedrijf in Goes-Zuid, wel zo actief. En Goes-Oost ontbreekt nog eigenlijk, was nog geen wijkleerbedrijf. En daar staat onze school. En het is ook wel een beleid, en we zijn natuurlijk ook niet voor niks een christelijke school, om juist ook naar buiten toe zichtbaar te zijn en ook in de wijk actief te zijn om onze medemensen te helpen die een extra steuntje nodig heeft en goed kan gebruiken. En jullie zijn al begonnen? Ja. Stiekem eigenlijk? Ja. Ja. Hoe loopt het? We gaan nu eigenlijk de vierde week in. En we hebben inmiddels meer dan 10 individuele aanvragen. En daarnaast in de verschillende zorginstellingen die hier ook in de wijk staan, zijn we ook actief. En zijn onze studenten ook aan het werk. En dat is soms een dagdeel of een hele dag. Maar we hebben ongeveer nu tussen de 10 en de 15 cliënten die echt nog gewoon thuis wonen. Ik kan me voorstellen dat je soms vragen krijgt waar jullie niks mee kunnen. Wat doe je daarmee? Die spelen wij door naar onze partners, want die staan ook op de website. We hebben bijvoorbeeld inmiddels al met Ter Valk en Ter Wiel, de RST en buurtzorg en Alevo, dat moet er nog aankomen, maken we afspraken en een soort samenwerking. Dus als wij iets tegenkomen en zeggen van nou, dat gaat ons wijkleerbedrijf te boven, dan kunnen we dat naar onze partners doorspelen en in ieder geval bespreken of ergens op wijzen. Werkt het ook andersom, dat je van andere partners dingen krijgt? Ja, dat is wel de afspraak. Dus als nu een van de thuiszorgorganisaties bijvoorbeeld tegen een situatie aanlopen, zeggen van nou, wij verlenen daar zorg. Maar we zien ook dat die mevrouw, meneer of mevrouw wat eenzaam is of wel eens wat hulp nodig heeft die wij niet kunnen bieden. Is dat iets voor jullie? En ik hoop dat die wisselwerking gaat groeien de komende tijd. En dat we daar echt een stevig iets neer kunnen zetten. Als ik het even positief belicht. Het wordt in Goes-Oost ontzettend groot succes. Dan moet het in heel Goes misschien komen. Ja, dat zou mooi zijn. Waren er niet dat we natuurlijk ook niet eindeloos studenten kunnen putten. Dus wij moeten wel kijken van nou, wat kunnen wij dragen, wat kunnen wij aan. Hoeveel ruimte hebben we? Dat is echt ook afhankelijk van studenten. Dus we hebben ons eerst gefocust op Goes-Oost. Kijk, mocht er nu straks eens een keer een vraag, dat is echt noodzakelijk, maar dat is de toekomst. Dan zeggen we nu op voorhand geen nee, maar ja, laten we eerst hier maar zorgen dat de basis goed is. En daar staan we nu trouwens.